gemaakt? Ja, heel tof. Weet je, het is The Incredibles 2. En ik heb vroeger echt heel veel The Incredibles 1 gekeken. Ik zou dan niet eens kunnen nadenken toen dat ik dan, als ik dan 12 werd, dat ik dan The Incredibles 2 mocht inspreken. Dus dat is wel een soort van eer of zo. Superhelden zijn verboden. We willen schurken verslaan! In de filmtrailer hoort Mathieu zijn eigen stem terug als Dash. Een karakter dat volgens hem echt bij hem past. Dash is een hele leuke, hyper, maar toch leuke jongen. En ja, superleuk om te spelen en in te spreken. Het definieert wie ik ben! We zeggen ook niet dat jullie... Wat? Omdat je heel veel energie mag gebruiken en lollige dingen mag zeggen en hele drukke en leuke scènes mag doen. Mathieu is al een bekende acteur. Hij speelde eerder in een film over volkszanger André Hazes. En ook was hij in een musical te zien als Siske de Rat. Het verschil is dat je in een film gebruik je je stem en je lichaam. Want je gebruikt je gezicht en je stem. In een inspreekfilm praat je tegen een microfoon. Je spreekt eigenlijk in op de stem van iemand die je ziet op een scherm. Voor Incredibles 2 dook Mathieu een paar uur de studio in. Voor een Nederlandstalige versie van de film dus. Hij doet nog even voor hoe de opnames gingen. Pas op, mevrouwtje! Die heb je ook nog en je hebt... Dat is niet helemaal hoe het hoort, pap. Kinderen die de film vandaag in de bioscoop zagen... zijn tevreden over hoe Mathieu de stem van superheld Dash heeft ingesproken. Ik vind het knap hoe hij dan zo snel kon praten. De jongen die het heeft ingesproken, ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. Ik vond het op zich wel een leuk karakter dat hij snel rende, naast de Flash. Wat niemand in de bioscoop heeft kunnen zien, is hoe Mathieu voor een scène zelfs moest snoepen. En dan moest ik dus voor achter mijn mond doen. En dan moest ik als Dash zeggen. Maar even. Helemaal mijn mond vol. En dan groepen. Ik wil alleen maar groepen. Het was echt zo koekjes, koekjes. Het was echt grappig, ja.